kinderkopjesoptocht. Goede bruiloft, kinderkopjesoptocht. KC-ontbijt. Goed weer. Straks afscheid nemen. Topdag. En wat zeggen jullie dan, lieven? En dat is mooi, hè? Daar komen ze met nummer 1. Wij hebben al te horen gekregen. Alles op de Bolderkana zelf gemaakt. Maar vooral ook zelf verzonnen. Daar loopt ze COVID-19. En die laat zich ter plekke uit het veld slaan. Hebben jullie al genoeg te snoepen en al genoeg te vinden? Wij zien vier hele ondeugende gezichtjes. Hey, stop nou, hè. Stop naar innigens. Wat gaat hier gebeuren? Samen geknutseld en geniet direct het laatste stukje van de klappij. Oh. Een vier ballonnen, geluk ballonnen. Zie ze eens vliegen over een kleine high five. De grootste wagen tot de kleinste wagen, maar met lachende gezichten.
is hier achter. Ik wil ballen. Ik wil ballen. Jullie bedankt. Jullie bedankt voor die ongelofelijke vrolijkheid. Het was fantastisch met jullie. De onuitputtelijke glimlach komt toch vooral van onze snotnarren. Wij zijn klaar voor de start, zegt u maar. Oh, dat vinden wij ook lekker hoor, niet alleen de stop maar, hè. Goed opletten, want dat is het. En mijn nummer 10. Zelf gemaakt. Die wagen komt al een paar jaar van stal. De nieuwe categorie, kleine wagens met grote wielen, dat zijn ze dan. En de eerste dierlijke deelnemer, de hond. Waar ruimte maken. Jens, kom! Alvast voor straks, let op. Er is zojuist een hele belangrijke beslissing genomen. Alle deelnemers, maar dan ook echt alle deelnemers, vallen vandaag in de prijzen. Ja, en Rienke mag er wezen. En Janske, jij ook, hè? Schoon als altijd. Hoe lang zijn jullie nou in ondertrouw geweest? 13 weken. 13 weken. Nou, kom een beetje hier in het midden. Dan kunnen de mensen jullie ook zien. Zeg, en dan Kapke, dat betekent dat is een heel bijzonder hoofddeksel, hè? Ja, dat is uit 1956. Speciaal gemaakt voor mij. Uit 56 en dat was in 1956 al voor jou gemaakt? Toen werd het ook al gebruikt. Toen werd het ook al gebruikt. En hoe heet het? Heet het een naam? Is het een poffertje of niet? Een poffertje, een echt Brabants poffertje. Nou, hartstikke mooi. Zeg, lieve mensen, we gaan ons plekje innemen achter de tafel en dan gaan we direct jullie in de onrecht verbinden. Het is zover. Na 13 weken wachten. Het kan gebeuren. Na 13 weken wachten is het eindelijk zover. Het voelt een beetje alsof ik achteraan mag sluiten naar Radio 1, 2, 6, Radio 538, NOS, SBS 6. Stel ik dezelfde vraag of gaan we wat anders doen? Nou, één ding is zeker. Jij zal het gewoon uitspreken als Kaaiendonk en niet als Kraaiendonk. Nou, dat hoop ik toch van niet. Een man naar ons hart. Misschien goed om te weten voor iedereen die daar staat. De boerenbruiloft is hier. Heden, den 6e januari, dat staat hier toch echt niet. Juni 2022, verschenen voor mij mee veel leut, veel tamtam en nog veel meer volk. Janus en Hendrien vanuit Slotjes West. Slotje Borselen, hè? Ja, Slotje Borselen. Allebei voorzien van de regentuigen. Check, check, helemaal goed. De nodige honger, hebben jullie honger? Ja, eerst tegen zeggen, het kan onder andere wel, hè? Ja, precies, we hebben nooit zo'n late boer om Brabant gaat. Mede de nodige honger en mede de bedoeling om samen een heel gelukkig en muzikaal huwelijk vol schijnbewegingen aan te gaan voor de tijd dat jullie zijn afgebrand. Aan dit huwelijk, dat net lang genoeg duurt, en zeker deze jaar.
korter kan het bijna niet. Om gelukkig te zijn, nou als je zo lang gelukkig kan zijn met elkaar, dan gaat dat goed komen. En te kort om elkaar in het kot uit te vechten, je krijgt de kans niet eens. Zullen wij onze smul naar een zegen geven nadat wij een paar belangrijke vragen hebben gesteld? Daarom vraag ik aan de getuige van Janus. Okay. En dan gaat dat de hoofd gelicht? Oh ja. Dat dacht ik al. Stadig uit de bulletin. Dat is bruidegom. Zolang als deze huwelijk in staat zal zijn te doen alles wat hem van hem verwachten en dat hij alles laat wat hij gerne doet, behalve leuk maken. Daar sta je bulletin voor, maar dat komt op een hele moeilijke zin. Dat hij alles doet wat hij van hun niet hoeft te maar dat hij maar wel alles laat wat hij laten moet. Kijk toch eens aan, dat denk ik, dankjewel. Nou, daar ben ik heel blij over. Dat betekent aan de kant van Janus zit alles wel snor. Gaan we kijken of er bij Hendrien ook is. Dan vraag ik aan de getuigen van Hendrien. Stadig uit de burger, dat deze bruid, hun Janus en al deze mensen zal laaien van kroeg naar kroeg. Hem zal bijstaan als het de broek zal aanbranden. En hem verzorgen als vast voor het echt. En dan ga ik er niet voor staan voor Hendrien, dan ga ik aan de kant. En wat is daar op jouw antwoord? Ja, daar sta ik Burg voor. En ik ga er in de gaten houden. Ik ga er geen minuut uit ook verliezen. Nou kijk, dat is waar het over gaat, hè, lieve mensen. Nou, hartstikke goed. Janus en Hendrien, geef maar antwoord op de volgende vragen het liefste met ja. Dat is eigenlijk wel het meest makkelijke voor nou. Janus, wilde jij jouw boezemvriendin Hendrien nemen als uw lieve verdraagbare bruid? Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Oh, en zullen jij uw eigen innemend gedragen? Ja. En zullen jij ook nou trouw blijven totdat jullie tot de grond toe zijn afgebrand en er een vrijheid weer teruggeven? Ja. Nou, daar ben ik heel blij over aan de kant van Janus. Check, vinkje. Dan vraag ik nou aan Hendrien. Hendrien, wilde jij ook Janus nemen als uw carnavalsbruidegom? Ja. En zul jij elk glasje bier, schoorre, Januske of anders zooitje lekker mee hem delen? Jazeker, als het maar geen kleine is, maar een boerenmaaltijd mag die hebben. Ja, nou wees maar niet bang, boerenmaaltijd, daar zit er vandaag niet in. Nee. Staaf, ja, misschien een staaf. En zul jij bij hem blijven totdat jullie tot de grond toe zijn afgebraand? Zou een motten, hè? Dat wij te centen. Mooi, dan zeg ik bij deze, lieve Jaas en Hendrien, jullie zijn bij deze in het onrecht verbonden. U mag het bruid kussen. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerstand verklaar ik deze Janus en Hendrien voorover de klos zijn en een huwelijk vol schijn hebben gesloten. En in plaats van ringen gaan zij op een andere wijze hun liefde bezegelen. En daarvoor vraag ik graag iemand naar voren. En die is de brandweer al terug. Oh, daar is die kek. Tatoeage zetten. We gaan een tatoeage. Nou, lieve mensen, u bent er direct getuige van. Hier wordt direct live een tatoeage gezet. Om het te... Nee, maar dit is echt. Dit is geen flauw... Dankjewel. Dit is geen flauwekul, hè? Geen flauwekul. Er wordt hier een apparaatje in elkaar gezet. Dat hebben wij gezegd, er wordt wel leuks gedaan. Tatoeëren. Er wordt wel leuks gedaan, zeggen ze. Ja, ik heb wel heel veel moeilijke dingen gezien, maar het is toch echt nieuw? Ja, en er wordt hier een heel mooi groen hartje. Oké. Okay. Oh ja, ja, echt hè. We hebben al vaker gedaan, Hendrien, of is deze voor het eerst? Het is voor het eerst, jongen. Oh, maar hij is goed. Het staat er mooi op. Janus, laat eens zien aan het volk. Laat eens zien aan het volk, Janus. Laat het zien eens aan het volk, jouw hartje. Kijk, een groen hartje. Oh! Komt goed dadelijk. Het komt goed. Dat heb ik. Oh, gelijk hoor. Het trilt als een oude. En hier komt een rooi hartje. Oh, weer een pijltje er dicht. Oh, Janus en Hendrien. Oh! Als daar nou geen echte liefde is, dan komt er nooit meer een leven weer vanaf. Ja, oh, geweldig. We hebben alle slotnarrinnetjes gevraagd of dat ze een slotje mee willen nemen. Jullie komen tenslotte uit de slotjes.
of dat ze een snoetje mee willen nemen. En dan gaan we direct, net zoals in Parijs en in Venetië en al die andere mooie plaatsen, gaan we hier een hekwerk vol met slotjes maken. The future's for us to see. Yes, there are.